Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Kijk ik of die gaat lopen. Hij gaat lopen. Oké, ik zit vandaag aan tafel met Marjank den Draak. Ja, fijn. Welkom dat je er bent. Ja, dit is zo mooi. Ik word soms getriggerd door iets waardoor ik dan denk, ik wil graag met iemand in gesprek. De trigger eigenlijk die ik bij jou had, is dat jij je bezighoudt met Bachbloesem. En dat gaat voor mij heel erg over natuurlijkheid in het leven. Maar ook de natuurlijkheid van goed voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Dat kunnen we natuurlijk tijdens het leven doen, maar dat kunnen we ook richting het einde van het leven doen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig waar Bachbloesem, zeg maar, hoe die daar een bijdrage aan kan leveren. Maar voordat we misschien daar naartoe gaan, is het wel heel mooi. We hadden net even voorgesprekken. Ik plaatste gisteren een post op social media, omdat mijn moeder op 7 maart geboren is. En toen kwam jij erachter dat jouw moeder 3 jaar geleden jou is ontvallen. Dus ik ben even benieuwd, hoe was dat toenertijd? Het was een heel langdurend proces. En dat proces gaat in feite nog steeds door. En door haar sterven is er een versnelling in de ontwikkeling gekomen in onze relatie. De relatie die mijn moeder en ik met elkaar hebben. Mm-hmm. Want ik praat in de tegenwoordige tijd omdat de dood voor mij een andere manier van leven is. Mm. Dus de geestelijke wereld is voor mij een realiteit. Yeah. En het sterven van mijn moeder heeft haar in een ook in een ander proces gebracht. En af en toe kan ik contact met haar hebben. En merk ik dat zij mij is gaan begrijpen. Maar ik ben haar ook beter gaan begrijpen. Oké. Okay. Ja. Leg eens uit. Wat is, bedoel je met elkaar beter begrijpen? Laat ik beginnen te vertellen met dat ik een echt vaderskindje was. Mm. En vanaf redelijk jonge leeftijd heb ik van mijn moeder, ik was de jongste, van mijn moeder te horen gekregen dat ik eigenlijk niet gewenst was. Oh, oeps. Dat heeft ze tot op hoge leeftijd herhaald. Dus dat was geen vergissing van haar dat ze dat vertelde. Nee. En wel, dat deed wel wat met mij natuurlijk. Want ik wilde gewoon geliefd zijn. En we botsten heel vaak. Ik denk dat mijn moeder en ik eigenlijk ook best wel veel op elkaar leken. Mm-hmm. Maar ik deed ook dingen die, zo zei ze toen ik veel ouder was, ooit eens tegen mijn broer, waar ze wel jaloers op was. Dat zij het niet kon of niet durfde of wat dan ook nooit gedaan had. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor haar ontzettend lastig is om dat dan zo te moeten zien. En ik had een liefhebbende moeder. Dat moet gezegd worden. Maar ik hunkerde altijd naar erkenning van haar. En op de een of andere manier kreeg ik die niet zoals ik die wilde. Of zoals ik later dacht van, ik kreeg hem gewoon niet. Maar nu ze dood is. En ik op een andere manier naar haar kan kijken. Want rond haar sterven ben ik eigenlijk met haar helemaal in het reine gekomen. Godzijdank. Oh. Hmm. En heb ik dus ook kunnen zien van waar haar liefde allemaal zat. Dus het was wel een liefhebbende moeder. En wat ik toen in dat Instagram berichtje schreef van, eigenlijk vond ik dat heel vanzelfsprekend. En in die vanzelfsprekendheid kon ik ook nog gemist blijven voelen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maar je zegt het wel heel terecht, dat als je letterlijk gezegd krijgt, hè, want soms kun je het voelen dat je niet gewenst bent, maar als je letterlijk gezegd krijgt tijdens je leven van, ja, eigenlijk was het niet de bedoeling, mm-hmm, dat jij hier was, dan wordt er eigenlijk gezegd,
Maar ik erken jou niet, hè? Dus ik vind dat zo mooi in het woord namaste. Ik erken jou zoals jij mij erkent. Mm. Hè? Die kreeg jij niet. Maar die kreeg jij ook herhaaldelijk niet. Zo voelde het althans. Ja. Okay. Maar misschien kreeg ik het wel, maar ik voelde het niet. Ja, dat is ook nog wel een interessante. Ja, want er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je dat kan geven. Ja. En soms kan je ook vanuit je eigen zelfbeeld een verwachting hebben bij hoe dat er dan uitziet. Ja. En hoe meer ik om bevestiging probeerde te vragen, maar dat moest altijd indirect. Mijn moeder kon heel, heel fel zijn en mensen compleet naar beneden sabelen. Maar niet alleen als ze er niet waren, maar ook rechtstreeks in het gezicht. Mm-hmm. Heel veel mensen waren bang voor haar. Ik denk dat mijn broers ook vaak bang voor haar waren. Dus rechtstreeks om erkenning vragen, maar beter niet doen. Nee, maar dat is dan toch een soort natuurlijk iets of zo, wat we dan als kind toch doen of zo, hè? Mm-hmm. We willen allemaal gezien worden. Ja. Maar als ik nu terugkijk, denk ik van, ze heeft, me in zoveel ondersteund in zoveel dingen toen ik klein was. Ik wilde op muziekles en ik mocht op muziekles. Ik wilde naar de, hoe heette dat vroeger toch ook alweer? Zoiets, soort kunstzinnige academie, maar dan op lagere schoolniveau. Ja, en daar mocht ik ook naartoe. Dus ik wilde naar scouting en daar mocht ik naartoe. Weet je, dat maakte ze wel allemaal mogelijk. Mm. En ze organiseerde de meest geweldige kinderfeestjes. Ze wist ons te verwennen door iets speciaals te doen, zeg maar. Hele leuke dingen te doen. Geweldige vakanties waar we inspraken in hadden. Dus ik heb helemaal geen slechte jeugd gehad. Mm, ja, grappig hè. Hoe dan eigenlijk er heel veel moois is. Waar we dankbaar voor kunnen zijn. En dat er dan toch zo'n laag overheen zit van... maar ik wilde toch zo graag erkend worden. Ja. Ik heb haar nooit horen zeggen dat ze trots op me was. Mm. En... dat wilde ik wel heel graag. Maar ze snapte ook heel vaak niet wat ik deed. Eerst ging ik... Ik heb ook echt een cv, echt die is bizar. Ik ging eerst orthoagogisch werk studeren, inrichtingswerk. En ik wilde eigenlijk met blinde mensen werken. Vond ik waanzinnig. Blindheid vond ik heel fascinerend. Ik heb wel even stage gelopen in Henricus, het tehuis met slechtziende kinderen. Maar daar heb ik dus met slechtziende kinderen gewerkt. Toen kwam ik, en zo heeft het lot mij eigenlijk gebracht, op een stageplek met moeilijk opvoedbare kinderen. Dus uiteindelijk studeerde ik af op het onderwerp moeilijk opvoedbare kinderen. En na die opleiding was ik helemaal klaar met groepen moeilijke pubers. Toen ben ik het vrouwenwerk ingegaan. Mm-hmm. En dat deed ik eigenlijk als vrijwilligster. En ik zag mijn uitkering als mijn salaris. En ik begon de creativiteit te missen. Ik wilde eigenlijk wel kunstacademie gaan doen of kleinkunstacademie. Maar ik vond mij daar niet goed genoeg voor. En uiteindelijk heb ik de visagieopleiding gedaan. Ben ik mensengezichten gaan beschilderen. En mijn moeder noemde me schoonheidsspecialiste. Maar dat is een heel ander beroep. Daarna, omdat ik zo dicht bij mensen op de huid zat... en ik ontdekte dat mensen met een bepaalde karakter... of in een bepaalde stemming... bepaalde huidtypes of huidklachten hadden. Dat vond ik boeiend. Toen ben ik de opleiding voor schoonheidsspecialisten gaan doen... om in dat vak iets meer te kunnen gaan werken. Dus toen werd ik wel schoonheidsspecialiste... maar ik deed het op de antroposofische manier. Mm-hmm. Nou, dat vond mijn moeder ook maar heel erg vreemd. Ja. Want mijn moeder kende schoonheidsspecialisten. Daar ging ze elke maand naartoe. Ja. Maar dat je dan bijvoorbeeld je huid 's avonds schoonmaakt... en dan niks op je gezicht smeert... Want dat is dan met de Dr. Hauschka-therapie. Mm-hmm. Dan wordt je huid zelfstandig. Mm-hmm. Nou, dat ging er bij haar niet in. Van daaruit... de aromatherapie had ik daarin geïntegreerd. Toen kwamen de Bach-Bloesemremedies op mijn pad.
ben ik dat er ook bij gaan doen. En mensen met huidklachten, die waren veel sneller klaar met hun behandelingen als ze bakbloesemremedies erbij kregen. Mm-hmm. Intussen ben ik ook de opleiding voor haptotherapie gaan doen. Nou, dat was helemaal vreemd, want wat is dat dan? Hoe leg je dat aan je ouders uit? Dat je met de tast gaat werken. Ja. Dus ik had een bedrijfspand en daar deed ik van alles. Maar mijn moeder die zei nog steeds, mijn dochter is schoonheidsspecialiste. En ik was intussen gewoon therapeut geworden. Toen, oh ja, wat ik ook nog had. Ik deed dus allemaal dingen die mijn moeder eigenlijk best wel lastig vond. Ten eerste dus was ze zwanger, werd ik geconcipieerd zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Mm-hmm. Ten tweede kwam ik niet op tijd ter aarde in die zin. Ik was te laat. En haar man, mijn vader dus, had een bedrijf en ging een nieuw bedrijfspand openen, grote receptie. En zij dacht, ah mooi, we plannen de receptie na mijn uitgerekende datum, want dan heb ik tenminste weer een platte buik. Maar Marjank zat er nog in, dus mijn moeder zat er met een dikke buik. Heeft ze tot op de vlak voor haar dood, is ze me dat blijven verwijten. Hmm. Daar zat ik haar ook al dwars. Weet je, ik zat haar dwars. Ja, precies. Ja. Boeiend is dat, hè? Ja. Yeah. En ik was ook het kleine kleutertje wat heel snel dingen zelf wilde doen. En dat vond ze niet leuk. Want zij kreeg daardoor geen erkenning van mij. Mm. En dan zei ze van, ja, het was helemaal niet leuk. Jij zei altijd zelf doen. En dan voelde zij zich afgewezen. Nee. Ja. Boeiend hoe dat dan zo'n intrigerende spanningsveld zo is tussen jou en je moeder. Hoe dat is geweest. Ja. Ja. Nou, ik schiet van hot naar her in mijn verhaal. Maakt niet uit. Geeft allemaal niks. Soms gaat dat zo. Nou, toen was ook nog, had ik verkering met een jongen met een brommer. Dat kon ook al helemaal niet toen ik 16 was. Oh, ja. Brommers waren rijdende doodskisten in die tijd. Dat was de gevleugelde uitspraak. En zij maakte achter mijn rug om die verkering uit. Die jongen die belde een keer en zei, kwam ik later achter, leek ze van, nee, ik wil niet dat je mijn dochter nog ziet. Op die manier. En ik dacht maar, waarom hoor ik niks van hem? Mm. Met 16 jaar was ik heel bleu en ik durfde niet zelf zomaar contact op te nemen. Yeah. Nou ja, toen kwam ik hem een jaar later tegen en toen zei hij, nou ik mocht niet meer komen van je moeder. Ik dacht dat jij dat ook wel goed vond. Zo. Ja, dat was ook een schok. Dat was verraad voor mij. En nog later, zo rond mijn 21ste, ontpopte ik me als lesbienne. En dat vond mijn moeder ook helemaal niet leuk. Toen zei ze nog van, ik had nog liever gehad dat het een Turk was. Oh yes. Turk was erg, maar een lesbo was nog erger. Yeah. Ja, maar al met al, ik heb 2 langdurige relaties met vrouwen gehad. Ze waren heel welkom. Hmm. En dat is toch ook wel bijzonder. Ik wilde heel erg weerstand tegen hebben en toch ook wel welkom heten. Ja, dus op een gegeven moment bij mijn eerste vriendinnetje heeft ze me wel eens gevraagd of ik toch niet in de straat hand in hand met haar wilde lopen. Want de buren zeiden er wat van. Ja, dat vond ik dan weer echt zo verschrikkelijk. En dan voelde ik me weer afgewezen. Maar met terugwerkende kracht dacht ik, ondertussen mochten mijn vriendinnetjes mee naar de verjaardag, mee naar de feestjes en was ze geïnteresseerd. En dat ging gewoon goed. Dus dat is eigenlijk super bijzonder. En ik heb haar daar nooit voor bedankt of uitgesproken van hoe fijn ik dat vind. Ja. Nee, dat was in die tijd, deden we dat gewoon niet. En dat had ik ook helemaal niet geleerd om te zeggen hoe je iets kan waarderen. Nee, maar dat is denk ik ook een beetje, want hoe oud ben jij? Even voor de luisteraars, want dan heb je een beetje tijdsbeeld. Ja, ik ben nu 60. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, als we 40 jaar geleden teruggaan, want dat is dan even wat het vraagt. Ja. Leefden we natuurlijk ook sowieso in een andere tijd, waarin dit veel meer zichtbaar werd in de wereld. Maar waarin het ook wel, omdat het ook niet zo zichtbaar was in de wereld, er ook wel een soort schaamte nog bij mensen overheen
zeker bij ouders denk ik, ook een soort schaamte of zo overheen hing. Jazeker. Ja. Terwijl ik denk, ja, we zijn gewoon mens. Mm-hmm. Maakt het uit in welke manier je een verbinding hebt? Dat doet er toch niet toe. Ja. Maar schijnbaar doet dat er toe. Ja, mijn ouders waren allebei ondernemers en bekende gezichten in de stad waar ik opgegroeid ben. Dus ze deden heel veel om een bepaald beeld Voor de buitenwereld te creëren. Ja. Moest zo mooi zijn aan de buitenkant. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Ja, dus dat is wel interessant, hè, hoe we dan dus zo op die buitenwereld zijn gericht. Maar dat het daadwerkelijke gesprek met elkaar aangaan en ergens over praten, hè, wat ik jou eigenlijk een beetje hoor zeggen, meer in de vorm ging van, doe dit maar niet, want daar voel ik me ongemakkelijk bij. Ja. En tegelijkertijd in de tegenstrijdigheid wel zeggen, oh ja, maar alles wat je meeneemt is welkom. Ja. Weet je, zo. Ja. Maar dan ook weer niet het gesprek over aangaan, want het is verwarrend. Ja. Maar het daar ook dan niet met elkaar over kunnen hebben. Oh nee, dat konden ze helemaal niet. Nee. En dat hebben ze ons ook niet geleerd. Mm-hmm. En de dingen waar ik wel de moed voor opbracht om erover te beginnen. Nou, ik denk dat allebei mijn ouders dat best eng vonden. Dus dan klapten ze dicht. En daar was ik... daar schrok mijn moeder dan ook van mij. Want wat bracht je dan ter tafel? Ik bedoel... Nou, ik kon heel goed aanvoelen hoe hun stemming was. En soms benoemde ik dat. En dat was schrikken voor ze. Mm-hmm. Ja. 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 Nou zei je eerder in het gesprek van... het is eigenlijk een heel lang proces geweest, hè, het sterven van mijn moeder. En we hebben nu een beetje een beeld van wie jij in relatie tot je moeder was, maar ook omgekeerd. Mm-hmm. Waarom noem je het een lang proces? Omdat ik een ingewikkelde relatie met haar had. Dus dat was al een proces wat gaande was. Mm-hmm. En ik denk, en daar doelde ik het meest op, hoor. Dat het hele proces was gewoon lang. En niet alleen het sterven. Kijk, het sterven... Ze kreeg op een gegeven moment de diagnose alvleesklierkanker. Ik geloof dat jouw moeder dat ook had. Ja, mijn moeder heeft dat ook. Met dus dan nog maar 3 maanden te leven. En dat werd uiteindelijk 3 jaar. Oh jeetje. Dat is wel bijzonder voor alvleesklierkanker. Ja, ja, dat is onmogelijk. Waar... Dat kon niet. Nee. Want meestal zijn mensen daar echt binnen een paar... En mijn moeder heeft dat ook 11 maanden gehad. Ja. En ik ken vooral uit de tijd dat ik uitvaartverzorger was... de verhalen nou, als het een paar weken of een paar maanden was... dan mocht je al blij zijn. Ja. In die tijd was ik net bij mijn toenmalige echtgenoot weggelopen. Ik ben, nadat ik die relatie met die vrouwen heb gehad... heb ik uiteindelijk een relatie met een man gehad, mee getrouwd geweest. En dat was helemaal top, want hij was standaard. toen ik met hem samen was en mijn eerste kind kreeg, was hij nog niet gescheiden. Dus dat was ook voor mijn moeder best problematisch. En voor mij was het veel te eng om daarover te praten, want... De manier van haar manier van praten was heel erg in verwijt en in de aanval. En ik kon dat niet aan. Dus ik sprak er ook maar niet over. Wat wel fijn was, was gewoon om over hedendaagse dingen. Koetjes en kalfjes. Te praten, ja. Precies. En toen het tweede kind geboren was, toen waren we inmiddels 3 jaar bij elkaar. Toen konden we trouwen. Toen was zijn echtscheiding eindelijk rond. En toen wilde ik mijn vader en mijn moeder op het huwelijk uitnodigen. Maar zij waren ook gescheiden en bepaald niet on speaking terms. Hmm. En toen zat ik, hoe los ik dat nou weer op? En na veel wikken en wegen had ik bedacht en voorgelegd aan beiden. Van, nou, we gaan het zo doen. Om... waar het gebeuren met die ambtenaar doen we samen, maar de een zit vooraan en de ander zit achteraan. Mm-hmm. En daarna wisselen jullie elkaar af qua onderdeel tot aan de avond. En het diner in de avond, daar wilde ik mijn vader graag bij hebben. Want mijn vader kon heel sociaal zijn, dus die
dacht van, dat is wel heel aangenaam en veilig. En mijn moeder, die, nee, liever niet, want die kon zulke scherpe dingen zeggen. Dus die, dus, nou, en dat heeft ze nooit kunnen verkroppen. En ik heb daar ook nooit een goed gesprek met haar over kunnen hebben. Mm-mm. Pas later. Toen, maar ik ging dus uiteindelijk scheiden. Ik ben weggelopen bij mijn toenmalige man. En vanaf dat moment heeft zij zijn kant gekozen. Mm. Wat hij over mij vertelde, geloofde ze. Mm-hmm. En wat ik vertelde, dat waren leugens. En ik had het idee dat zij mij gewoon plop helemaal liet vallen. En zij hoorde bij de tegenpartij. Het was een heel, heel akelige vechtscheiding. En het was een enorme beproeving dat zij een duit in het zakje deed om die vechtscheiding te verergeren. En op een gegeven moment wilde zij ook totaal geen contact meer met mij. Ik was alles kwijt. Ik was mijn gezin kwijt. Ik was mijn huis kwijt. Ik was mijn inkomen kwijt. Ik was mijn praktijkruimte kwijt. Ik was mijn werkmateriaal kwijt. Ik was mijn kinderen kwijt. En ik was mijn familie ook kwijt. Ik voelde me zo ongelooflijk eenzaam. Uiteindelijk is het een inwijding voor me geweest. Heeft het me ongelooflijk veel verder gebracht. Want ik moest in mijn eentje een verandering in werking brengen. En mijn moeder heeft dat absoluut niet bewust gedaan. Maar ze heeft er wel in die zin aan meegeholpen dat ik iets in mezelf kon veranderen. En onderweg hierheen in de trein las ik nog mijn dagboek even na over wat ik toen had geschreven. Na haar sterven, waar ik nog even op terugkom, want daar heb ik ook hele bijzondere dingen in meegemaakt. Kwamen mijn broers bij mij met het testament. En mijn ene broer las de datum voor waarop het testament gemaakt was. En ik dacht, oh nee, dit gaat helemaal niet goed. Want dat was precies in dat jaar dat mijn moeder geen contact met mij wilde hebben en dikke mik met mijn ex was. En ik was onterfd. Inderdaad. Terwijl ik met het sterven van mijn moeder helemaal in het reinen met haar gekomen was. En zo ineens zo blij met haar was. En met die uitvaart dacht, nu heb ik haar, het raakt me weer. Nu heb ik haar gevonden en dan moet ik haar, nu moet ik afscheid nemen. Mm-hmm. En ik had nooit kunnen voorspellen dat met haar sterven mijn verdriet zo groot zou zijn. Mm-hmm. In die dagen na haar dood was ik heel dubbel opgetogen van, God, ik heb mijn moeder gevonden. En ik ben er ook kwijt. Dat is zo dubbel. Mm-hmm. En toen kwam die klap van dat ik onterfd was. Waarbij mijn broers mij heel lief opvingen. En in het zelfde uur van die dag ontdekte ik ook, maar weet je, ach, dat is in die tijd gebeurd. En in die 3 jaar dat ze ziek was en ook de loop naartoe heeft ze, ik heb niks misgelopen. Financieel en materieel heb ik helemaal niks misgelopen. Ze heeft haar geld over de 3 kinderen verdeeld, heel eerlijk. Ze heeft ons steeds uit laten zoeken, wat wil je hebben, zet je naam er maar op. Dan kan je dat laten krijgen. Dus wat dat betreft had het voor mij geen effect. Maar ik ontdekte wel in dat uur dat
ik de enige ben die mezelf erkenning kan geven. Precies. En dat had ik nodig. Echt zo schitterend, hè? Ja. Ja, en daar moest ik 57 voor worden. Ja, maar daar benoem je wel echt iets heel essentieels. Ja. Ja. Ja, dat we eigenlijk altijd alles, maar echt alles hè, wat we nodig hebben. Niet alleen maar die erkenning, maar überhaupt in het leven. Denken we dat alles wat er nodig is om echt een goed leven te kunnen hebben, van buiten komt. Ja. Mm-hmm. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Nee. Nee, en ik wist het. Ik wist de theorie. Ja. Maar, dit is... maar het lukte het nee. mij niet. Nee. Innerlijk lukte het me niet. Want ik bleef toch mijzelf niet op waarde schatten. Ja. Ja, en wat ik dan mooi vind, hè, is dat je soms dus een leven van ongelooflijke contrasten, want dat is wat ik je eigenlijk hoor zeggen, mm-hmm. altijd een beetje die strijdigheid, maar ook die contrasten van je bent het niet, je bent het wel. En, oh nee, ja, en, iedere keer dat, hè, dat soort touwtje trekken, mm-hmm. kan je het ook bijna noemen. Dat je dat nodig hebt om uiteindelijk de ontwikkeling te maken in jezelf die eigenlijk gewenst is. Ja, ja. En dan, hè, dan kan je terugkijken en tegen je leven zeggen, Jezus, was een strijd. En ik vind het dan mooi om heel erg terug te kijken. En dat is natuurlijk makkelijker als je het inzicht hebt van, oh nee, maar dit was de bedoeling om mij te brengen waar ik nu ben. Ja, en mijn moeder die heeft mij echt tot aan dat nulpunt moeten brengen. Samen met mijn exgenoot. En ik mm-hmm. weet ook zeker dat hij dat niet bewust heeft gedaan. Maar hij heeft ook mij echt zo diep onder in de shit, onder in die put moeten zien te krijgen. Voordat ik überhaupt het kon voelen waar het werkelijk om gaat. Ja, en ik vind het wel mooi dat je dan zegt het voelen. Ja. Want het gaat niet om het weten, nee. Het gaat om het voelen. Ja. Je mag het echt letterlijk in je lijf, in je systeem voelen. Wat jij nodig hebt. Ja. En wat voor jou belangrijk is. Ja. En waar het jou om gaat in het leven. Ja. En dat doet er allemaal niet toe wat de anderen ervan vinden. Maar wat is voor jou belangrijk? Mm. En de enige die dat kan ontdekken, dat ben je zelf. Ja. Niemand anders. Nee. Maar dat kan soms best een reis zijn. Het was vrij pittig. Even mist iets ontzettend. Ja. Ja, zo klinkt het ook. Ja. 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 Ja, het is bijzonder. Nou, en de transformatie heb ik onder andere kunnen maken door karma-onderzoek te gaan doen. Mm-hmm. Hoe heb je dat gedaan? Eerst ben ik bij Moni Paashuis langs gegaan in Doetinchem. Die heeft samen met Jaap van der Weg een cursus opgezet van hoe je karma en reïncarnatieonderzoek kan doen vanuit de antroposofie. Mm-hmm. En daar heb ik eerst 3 sessies mee gedaan, die heel indrukwekkend waren. En daarna ben ik bij haar de cursus gaan volgen. Mm-hmm. 2 cursussen gaan volgen zelfs. En daarna nog 3-4 cursussen bij Jaap van der Weg. En intussen doe ik met mijn cliënten nu ook karma-onderzoek. En wat daar uitkomt, geeft heel veel helderheid over de Bach-Bloesem-remedies die er ondersteunend in kunnen zijn. Want Bach-Bloesem-remedies werken rechtstreeks op de ziel. Yeah. En het speelt zich allemaal in de ziel af. Wat je denkt, wat je voelt, wat je doet, je voorkeuren en je afkeuren, je sympathie en je antipathie en je instinct of je neigingen. En yeah. Daar zit het allemaal. Ja, want we, hè, als we even kijken naar de, ja, zeg maar even de wereld waarin we nu leven en hoeveel mensen kijken naar wat is ziek zijn. Ja. Hè, dat vind ik vooral een hele intrigerende. Ja, ja. Wat is ziek zijn? Oh, nou, ja. Maar misschien kunnen we daar. Wat is jouw definitie van ziek zijn? Boem. Ziek zijn is misschien wel een gevolg van uitbalans zijn in je emoties. En laat ik eerst vooropstellen dat normaal gesproken heb je gevoelens. En gevoelens komen en gaan. Die kunnen heel vluchtig zijn. Maar als ze langer blijven, dan noemen we dat een emotie. En als een emotie vaak aanwezig is, dan noemen we dat een karaktertrekje.
En dat die karaktertrekjes, als je ze niet beheerst, en ik denk dat heel veel karaktertrekjes voor iedereen, ook voor mij, hè, dat is een levenstaak om ze te leren beheersen. Wanneer je ze niet beheerst, maar ze beheersen jou, dan schieten ze in de eenzijdigheid. En de Bach-Bloesem-remedies, die halen ze uit die eenzijdigheid. Die eenzijdigheid is de valkuil van het talent. En wanneer je in je valkuil zit, en je onder andere bijvoorbeeld Bach-Bloesem-remedies gaat gebruiken, dan krijg je inzicht en helderheid. Dat is het enige wat die remedies ook doen, hè? Ze geven je inzicht en helderheid. En dan moet je het zelf mee doen. Ze zijn niet dwingend. Maar omdat de meeste mensen eigenlijk het verlangen hebben, al is het onbewust, om zich te willen ontwikkelen, gaan ze vaak met dat inzicht aan de slag. En kunnen ze van die valkuil weer hun talent maken. Afijn. Dus die onevenwichtigheid op emotioneel niveau, als dat in dat astrale gebied te dominant aanwezig is, dan zakt het in het etenlichaam. In normaal Nederlands kan je dus zeggen je vitaliteit, je energie. En wanneer dat verstoord is en het blijft nog steeds doorgaan, dan zakt het in je fysieke lijf. En dan krijg je orgaanstoringen bijvoorbeeld. Daarnaast denk ik ook dat het, zoals bijvoorbeeld dokter Bach zei, het niet volgen van je doel, je levensdoel, ziekmakend kan wezen. Mm-hmm. En we hebben allemaal een sociaal doel, een innerlijk doel. En dat vinden, dat is voor veel mensen een hele klus. Want we worden heel erg afgeleid door wat de maatschappij wil, door de school, door de ouders. En we doen dat, we zoeken het op, hè? Want we zoeken het zelf op. Want ik ben heilig van overtuigd dat de mensen, de ouders kiezen waar ze bij geboren worden. De stad, het land, de cultuur. En dat doen we niet voor niks. Ik heb echt niet voor niks voor deze ouders gekozen. Nee. Ik wilde daar iets leren wat ik zelf moest ontwikkelen. Want nou, jouw ziel wilde daar iets leren. Hè? Want als je zegt ik, dan maak je het heel erg persoonlijk. Maar het is jouw zielskwaliteit die eigenlijk een verlangen had om iets te willen leren in dit aardse leven. Het is mijn hogere ik die opdracht op zich heeft genomen. Precies. Om dat in dit leven zielsmatig te willen ontwikkelen. Zo zie ik dat, Ja, en voor veel mensen is dit hocus pocus, hè? Als wij dat nu op deze manier zo benoemen. Want die denken, hè, ziel, etherisch lichaam, astraal lichaam, fysiek lichaam, Wat? Waar? Antroposof, hoe? Ja, nou dat. Ja. Dus om hem even heel erg plat te slaan en even samen te vatten wat je nu net zei. Want misschien volgen sommige mensen het en sommige mensen het ook niet. Maar daarin ben ik het op een heleboel vlakken heel erg met je eens. We hebben hiervoor al een leven gehad. We komen uiteindelijk weer terug. Omdat de ziel voelt, ik heb weer een ronde te gaan. De ronde op dit aardse, in deze aardse wereld. Die kiezen inderdaad het gezin en de plek uit waar we iets kunnen gaan leren. En du moment dat we op deze aard, ik noem hem even aardkloot, landen, dan denken we, waar kwamen we hier ook alweer voor? Ja. Want dan zijn we het eigenlijk per direct vergeten. En het leven reikt ons eigenlijk altijd dingen aan. Zo geloof ik dat het leven wordt gecreëerd, want het leven is er al hoe we het moeten gaan lopen. Alleen we zijn dat vergeten. En het leven wat we lopen reikt ons steeds eigenlijk, ik noem dat altijd cadeautjes aan, om te ontdekken, waarom ben je hier nou eigenlijk? Wat kom je hier nou eigenlijk doen? Oh ja, weer een cadeautje. En de vraag is of jij in ieder moment dat dat gebeurt kunt zien wat die cadeautjes zijn. Om jou steeds meer en wijzer te worden in, waarom kom je hier nou eigenlijk? Wat kom je hier nou doen? Mm-hmm. Waarom ben je hier? Wat is jouw betekenis hier in dit leven? Ja. En inderdaad, wat jij zegt, we worden door het systeem waarin we leven en de manier waarop we worden geschoold naar ons hoofd geduwd.
waarin we de beeldvorming krijgen, je moet een loonslaaf worden. Want dat is de enige manier waarop je in deze wereld je leven kan leven. Je moet zorgen voor je buitenkant. Mm-hmm. Oh ja, en in dat onderwijs moeten we eigenlijk ook leren dat we een lijf hebben wat kan resoneren. Nou, die vergeten we even. Want kennis is wat er in je hoofd zit en daar kun je alleen maar wijs mee worden. Ja. Maar we komen allemaal in de kluts gedaande ons leven, omdat ons leven ziektes of ongemakken in ons lijf laat manifesteren, die eigenlijk een boodschapper zijn van je bent niet op je pad. Mm-hmm. Je bent niet daar waar je mag zijn. Ja. En ik wil je graag laten zien, niet de goede weg, linksaf, nee, rechtsaf graag. Maar de vraag is, kan jij zien en kun jij met de openheid naar jouw ziek zijn kijken, dat het een boodschapper is van je bent niet op de goede weg. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dit voor heel veel mensen niet te verkroppen is, deze boodschap te krijgen. En ik denk dat het ook wel iets subtieler is dan dat. Want hoe zit dat met mensen die bij wijze van spreken ziek geboren worden? Mm. En dat is best een ingewikkeld karma. Mm-hmm. Ik denk dat het niet gaat om in wat voor situatie je zit of hoe de omstandigheden zijn, dat die niet horen te bepalen hoe gelukkig je bent, maar hoe jij op de omstandigheden reageert. Dat bepaalt hoe gelukkig je bent. Ja. En daar zitten dus heel, ook in het geboren worden met een handicap of met een ziekte, zitten heel veel uitdagingen. En soms is die uitdaging wel voor de omgeving bedoeld. Mm-hmm. Dat iemand het karmisch op zich kan hebben genomen om een leven lang ziek te zijn of invalide te zijn en zorg nodig te hebben. En dat die persoon zelf helemaal niet zo heel veel hoeft te ontwikkelen, maar de omgeving het juist moet doen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus daarom zeg ik ook, hè, alles wat er in het leven gebeurt zijn cadeautjes die je aangereikt worden. Hè. Dus alles is een spiegel van, jij mag iets leren. Ja, en het zijn soms heel akelig verpakte cadeautjes. Ja, ze zijn zeker niet altijd plezant. Nee. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Want als ik bijvoorbeeld weer terugkijk naar het jaar van mijn scheiding. In dat jaar was ik niet alleen het materiële en mijn familie en zo kwijt, maar ook mijn zelfvertrouwen. Mm. Want ik wist echt niet meer wat ik nog überhaupt goed kon. Of ik iets goed kon doen. En ik blonk daarvoor uit in mijn verschillende vakgebieden. En ik gaf interviews en ik had in tijdschriften gestaan en in kranten gestaan. En ik dacht, nou, en ik dacht alleen maar dat ik goed was. Ja. En overigens, met journalisten is het ook zo, je kan ze van alles wijs maken en ze schrijven het op. Niet dat ik dat deed hoor, maar nee. Ik heb heel vaak gedacht van, ik kan ze op dit moment de meest paarlijke nonsens vertellen. En dan vinden ze het nog allemaal geweldig. Ja. Waar was ik? Even kijken hoor. Oh ja, dat ik mijn zelfvertrouwen helemaal kwijt was. En het was zo'n ellendig jaar voor mij. En tegelijkertijd was ik een cadeau dat ik mezelf helemaal opnieuw mocht ontwikkelen. Ik bedoel, ik mocht mezelf opnieuw vormgeven en ontwerpen en vinden. En een heel nieuwe Marjank ervan maken. Ja. Nou ja, in die zin nieuw. Ik moet het doen met een heleboel eigenschappen die ik gewoon heb. Maar ik merkte wel dat ik leuker was geworden. Veel meer de gekkigheid en de humor van voor mijn huwelijk terug had. Maar alles wat ik in mijn huwelijk heb kunnen leren, bijvoorbeeld op het gebied van antroposofie, nam ik ook mee. Dus dat was toch wel een geweldige winst. Ja. Hey, en als je, want we benoemen heel erg hoe we, en dat is wel mooi hoe wij allebei eigenlijk naar het leven kijken, hè? Heel erg vanuit die antroposofische gedachte. We zijn een geheel en in dat geheel wat we zijn, dat is eigenlijk ook een soort signalering. Ons lijf is eigenlijk ook een signaleringspaal, om het dan maar even zo te noemen. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, even. Hè? Dus alles wat zich manifesteert in dat lijf vraagt ergens aandacht voor. Mm-hmm. Dan had je het al heel erg even over van het is een lang proces geweest met mijn moeder.
Maar je had het er ook over dat je zo in dat sterven van je moeder heel erg in vrede met haar bent gekomen. Ja. Of in reinheid, dat is misschien nog een beter woord. In het reine, ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, vlak voor haar sterven heb ik haar nog een voetinwrijving gegeven. 3 dagen voor haar sterven. En toen dat klaar was, eerst bood ik het aan. En zei, nou nee, dat hoeft niet zo. En ik voelde, en ze lag op een ziekbed natuurlijk. En ik voelde haar voeten en die waren koud. En ze zei, oh, je hebt wel lekker warme handen. Dus ik denk, ik ga jou toch lekker die voeten masseren. En toen was ik klaar. En dat is een hele zachte inwrijving. Hè? Toen was ik klaar. En toen zei ze, dank je wel. Het is jammer dat het afgelopen is. Het was de eerste keer in mijn leven dat ze dankjewel tegen me had gezegd. Dus daar was ik zo blij mee. Dat was al een enorme omslag voor haar. En eigenlijk waren dat haar laatste woorden. Ik ben even ontroerd, dus ik moet heel even weer zoeken. Ik ben bij haar overlijden geweest. Dat was een gevecht voor haar. Toen heb ik haar een hartinwrijving, mijn goudzalf gegeven. En mijn broer en ik zaten allebei aan haar sterfbed en zeggen van, joh, het is goed, je mag gaan. En wij rennen het wel, weet je, wij kunnen het wel. Ik 57, hij 59. Ja. Ja. Maar toch, het was ook een zorgzaam type, mijn moeder. Dus we vonden het wel belangrijk dat te zeggen. Niet wetende of ze het met haar fysieke oren kon horen, hoor. Want ze was echt ver heen al. En daarna ben ik 3 avonden rond het middernachtelijk uur bij haar blijven waken. En daar heb ik heel veel in meegemaakt. Vooral de 2e en de 3e nacht. Ik waak vaker bij mensen die gestorven zijn. Ook in de christengemeenschap zit ik ook bij een waakgroep bijvoorbeeld. En dan is het bij mensen die ik helemaal niet zo goed ken bijvoorbeeld. Maar ook daarin bespeur ik wat er in de ruimte gebeurt. Mm-hmm. En in dit geval heel onverwacht. Ik begon te schrijven. En het leek net of mijn moeder mij aan het vertellen was. En ik stelde vragen aan haar en het ging gewoon via de gedachte, hoor. Ik was ook aan het voorbereiden om een grafrede te houden, hoe noem je dat, een mm-hmm. verhaal te doen over haar leven bij haar uitvaart. En ik kreeg een zo'n mooi beeld van haar op van jonge leeftijd. En wat ze allemaal, waar ze allemaal mee te maken had. En de tegenslag. En hoe het haar gekleurd heeft. Het was alsof ik mee mocht kijken in haar panorama. En dat gaf me ook heel veel inzicht. En toen vroeg ik haar, is er nog, wat mag ik hierover vertellen? Wil je mij nog meer vertellen? En toen zei ze, ik durf niet zoveel, want ik wil niet dat je dit aan iedereen gaat vertellen. Dit is te kwetsbaar. Dus ik heb een aantal dingen heb ik voor mezelf ook gehouden. En een aantal dingen mag ik delen. En het feit dat ik op die manier contact met haar had, zo in die 3 dagen na haar dood, dat heeft mij geraakt in mijn liefde voor haar. En dat heeft mij ook haar liefde doen voelen. Ja. Dat was heel, heel bijzonder, heel waardevol. Ja. Hey, en nou ben jij bezig met die Bachbloesemremedies, hè? Mm-hmm. Je vertelde al 2 dingen, die voetinwrijving en die hartmassage. Of die hart... Inwrijving, ja. Ja, hoe kan je die toepassen zo aan het einde van het leven? Nou, ik heb mijn moeder zelf toen geen remedies gegeven, want
ik had ze niet bij me. Ik was op mijn werk toen gebeld werd. En ik ben heel snel naar huis gegaan om een koffertje logeerspullen te pakken. En naar Rotterdam te rijden. En ik woon aan de andere kant van het land. Maar stervende mensen kan je onder andere de remedie van de walnoot geven. Die helpt om een overgang te maken naar een nieuwe situatie. En het oude los te laten. Mensen die heel erg vast willen blijven houden aan hoe het was, kan je eventueel de remedie van de honeysuckle geven. De kamperfoelie. Om het verleden los te laten en in het heden te komen. Mimelis, de maskerbloemremedie, helpt bij de angst. De angst voor de dood bijvoorbeeld. De angst voor het sterven. Red chestnut, de bloesem van de rode kastanje, kan helpen als je erg bezorgd bent over degene die je achterlaat. Ik zou heel graag willen vertellen wat die remedies dan allemaal doen. Ja. Maar dan zitten we hier nog 2 uur. Ja, precies. Ja. Want sommige mensen die bijvoorbeeld in die bezorgdheid zitten, die willen die bezorgdheid niet kwijt. Die klampen zich aan die bezorgdheid vast, want dat lijkt een functie voor ze te hebben. Ik vind het heel belangrijk om te benoemen wat je doet als je overbezorgd bent. Eigenlijk zie je je dierbaren als het ware al in de goot liggen. Want in je overbezorgdheid zie je geen prachtige tafereelen, maar zie je narigheid. Wat je daarmee doet, is je eigen energie omlaag trekken, maar ook dat op die ander plakken, ja, en de energie van de ander omlaag trekken. Als het ware ben je bezig met een self-fulfilling prophecy op die ander los te laten. Terwijl dat je dat juist niet wilt. Je wilt juist het tegenovergestelde. En Bloesem Remedy van de Red Chestnut, die helpt je vertrouwen te hebben in je dierbaren. Die helpt je om, ook al zou je dochter, je partner, je kleinkind in de goot terechtkomen, dat hij dat misschien wel nodig heeft, maar vooral dat hij de kracht heeft om er op eigen, om eruit te komen en zich daaraan te ontwikkelen. Hm. En daar verhef je jezelf een beetje mee, maar vooral ook die ander. Dus je helpt jezelf en de ander op die manier. Ja. Zo waardevol. Ja, dus eigenlijk kun je zeggen, het is ondersteunend aan daar waar iemand is. Ja. En het kan helpen om dan mogelijk een wat makkelijkere overgang te maken. Ja, zeker. Ja. Neem bijvoorbeeld het schuldgevoel wat je op het eind van je leven kan hebben. Ik heb te veel gewerkt, te weinig voor mijn kinderen gezorgd. Ja, een van die 5 redenen waarom we spijt hebben als we gaan. Die Bronnie Ware in haar boek heeft geschreven. Ja, ja. Dat overkomt vele, ja, mensen. Ja. Ja, ja, ja. En de bloesemremedie van de pijn, van de grove den, die helpt je om te relativeren waar jij werkelijk schuld hebt. Want soms voelen mensen zich schuldig terwijl ze helemaal nergens schuldig aan zijn. En wanneer je wel verantwoordelijkheid hebt of schuld aan iemands ellende, dan schiet je er op zich niet zoveel meer op om je schuldig te blijven voelen. Maar wanneer je het jezelf kan vergeven, dan kan je met jezelf in het reinen komen. En dan kan je ook veel makkelijker sterven. Want het klinkt een beetje raar, terwijl als ik zeg van je kan dan makkelijker sterven. Tegenwoordig mogen we eigenlijk niet doodgaan, hè? Nee. Nee. We hebben zelfs het oude mensen niet. Nee, we gaan naar een verpleeghuis en ze doen, ja, er alles aan om het maar zo lang mogelijk te rekken, ja, dat de laatste adem komt. Ja. We hebben een virus en er wordt alles aan gedaan om maar te zorgen dat we niet doodgaan. Terwijl, ja, we weten, ja, ja, doodgaan is een natuurlijk gegeven. Ja. We komen een keer, we gaan een keer. Het, ja, klinkt heel bot, ja, maar het is werkelijk de wereld waarin we leven. We, ja, komen een keer en we gaan een keer. Ja. En nou is het natuurlijk ook zo dat het onze menselijke plicht is om de ander bij te staan en, ja, in gezondheid te houden. En ik ben ook vreselijk dankbaar dat ik een aantal malen voor het randje van de dood weer terug in het leven ben getrokken. Want ik ben heel erg dol op het leven. Mm-hmm.
Maar er komt een moment dat iemand ook moet kunnen sterven. Ja, kijk, ik vind het nabij zijn bij iemand die het levenseinde in het vooruitzicht heeft. Ja. Ik vind dat we dat altijd moeten doen vanuit het perspectief hoe die ander dat wil. En niet hoe ik vind dat die ander dat wil. Ja. En dat is wel vooral hoe we het heel veel doen. Vanuit, maar ik wil niet dat mijn moeder doodgaat. Nee, maar ik wil niet dat mijn kind sterft. Natuurlijk willen we dat allemaal niet. Hè? Als ouder wil je je kind niet verliezen. En ja, het is moeilijk om als kind je moeder te verliezen. Mm-hmm. Maar ik geloof heel erg dat het nabij zijn bij het verliezen van je dierbare, dat je dat kwalitatief heel goed kunt invullen om dat mooi met elkaar af te ronden. En dan klinkt het woord mooi misschien ook wel weer vreemd, want dan denk je, hoe kan de dood nou mooi zijn? Mm-hmm. Maar ja, ik heb gewoon te vaak gezien hoeveel schoonheid er halen is in dat laatste stuk. Jij zegt het op de manier waarop jij dat met je moeder hebt gedaan. Dat je nog in zo'n laatste moment, dat jij haar voeten gewoon nog zo even maar zegt. Dat zij voor het eerst tegen jou dankjewel zegt. Ja. Hoe waardevol is dat? Dat, weet je, die paar woorden. Dat is, ja, dat kun je bijna niet bevatten hoe groots dat is. Mm-hmm. Het is ook hoe naar. Hè, we kijken altijd naar het leven. Oh, het is zo naar geweest. Hè? Dat je ook zegt, nou, het was een leven lang. Nou, we hebben een gedoe gehad met elkaar. Ja, maar het heeft ergens. Heeft ergens een bedoeling gehad. Ja. Kun je dan met dankbaarheid. En misschien is dat ook niet altijd makkelijk. Toch. Met al dat gedoe. Samen met elkaar. Daarin toch nog zo'n. Ja, laatste samen zijn mee hebben. Met al dat gedoe wat er is. Want het heeft een bedoeling. En misschien snap je en weet je dat niet in het moment dat het zich voordoet. Ja. En kun je er dan toch aan overgeven om daar wel bij te zijn. Ja. Want hoe waardevol is dat? Maar ja, dat vraagt wel iets van ons. Ja. Je moet vooral heel erg bewust worden van jezelf. Ja. Dus ook van je pijn en waar dat, die pijn door ontstaat. En wat dat over jezelf zegt en niet over de ander. Nee. Die jou die pijn aangedaan heeft. Ja, dus het vraagt heel veel zelfreflectie. Ja, precies. Ja. En die vinden we vaak heel lastig. Ja, en tegelijkertijd leven we in een tijd waarin steeds meer mensen het ontwikkelen. Dus dat vind ik ook zo zeker. Mooi. Ja, zeker. Er is zeker een ontwikkeling gaande waarin we bewuster worden. Bewuster vind ik zo groot hoor. Maar waar we gewaar worden van onze eigen inbreng. Ja. In het geheel van het leven wat we hebben. Ja. Ja. Maar dat dat is nog wel heel erg veel aan het veranderen. Want er zijn nog wel heel veel mensen die eerder een vinger wijzen naar de ander en het verwijt naar buiten leggen, dan dat ze denken, oh, maar als ik mijn vinger wijs, dan zijn er 3 vingers die naar mij wijzen. Oh, ja. Bammer, het ligt. Ik mag het eigenlijk bij mezelf zoeken. Ja, ik mag naar mezelf kijken. Ja. Ik denk dat het inherent is aan de mensheidsontwikkeling. Dat het in ieder geval al een stap is als je bewust wordt van iets en dan naar de ander gaat wijzen. Dat is de eerste stap. Ja. En de volgende stap, die komt daarna nog wel. Dat je bij jezelf te raden gaat van, hé, waar ben ik verantwoordelijk? Overigens, van die houding, het boze slachtoffer, daar hoort de bloesemremedie van de Willow, de Willig bij. Yeah. Die helpt je daarbij. Yeah. Nou heb je daar een aantal van die bloesems genoemd, hè? Maar en dan denken mensen, ja, daar heb ik een aantal van die dingen genoemd. Mm-hmm. Maar hoe gebruik je die dan? Want ik bedoel, ik weet, het zijn hele kleine flesjes. Zijn kleine flesjes van 10 of 20 milliliter. Ja, precies. Dus het is echt het. Nou, ik zou bijna zeggen, het stelt niks voor. Ja. Ik heb vanmorgen mijn remedies hier in mijn waterfles gedaan, die ik hiernaast op tafel heb staan. Ja. 3/4 liter water. En daar zitten 2 druppeltjes van elke remedie in. Ah ja. Dus het zijn echt de druppeltjes die je dan. Moet je die dan oraal nemen? Of moet je die ergens smeren? Nou, ik drink het water met de druppeltjes. Je moet ze altijd innemen. Maar inderdaad, je zou ze zelfs door je handzeep kunnen doen. Door je bodymilk kunnen doen.
En dan wrijf je ze op je huid. Ze werken op je ziel. Ja. Op je stemming. Ze werken niet fysiek. Hoewel je ze inneemt, werken ze echt absoluut niet op je lichaam. Nee. Nee. Dus het is echt een cadeautje voor je zielskwaliteit. Absoluut. Ja. Ja. Ik begin zelfs te denken dat de engelen zich in die remedies verschansen. Ja. Het zijn zielenkwaliteiten die bloesems hebben. En dokter Bach zei dat je elke keer de deugd over je heen uitstort met het innemen van die bloesems. En als je die deugd maar vaak genoeg over je heen hebt uitgestort, dan kan je hem eigen maken. Hmm. Terug op je vraag, hoe gebruik je ze? Dus ik heb ze voor vandaag in mijn waterfles gedaan. Mimelis, omdat ik het spannend vond. En mimelis brengt je bij je moed. Het maakt je niet overmoedig. Het haalt ook de angst niet weg. Maar het maakt mij in het spannende een beetje moedig. Hmm. En dan impatience. Om te voorkomen dat ik, omdat ik ben best een snel type, dat ik dan veel te snel ga praten. En dan ga ik ratelen. Weet je, dat moeten we niet hebben. En acrimony, om te helpen mijn gevoel te uiten. Hmm. Nou, mooi. Dus die had ik voor vandaag erin gedaan. Ja. En verder kan je ook een klein gebruiksflesje maken. Ik maak ze voor mijn cliënten. En als je niet iemand hebt die ze voor je maakt, dan kan je een leeg 30 milliliter flesje waar een homeopathisch middel in heeft gezeten. Of je koopt het bij de drogist, bij de apotheek. De apotheek kan lege flesjes leveren. En dan doe je 2 druppels van elke remedie in het flesje gevuld met bronwater. En daarvan neem je per dag 4 druppels. 4 keer daags, 4 druppels. Dus dan kan je, je maakt dus een verdunning. Mm-hmm. En die verdunning kan je door je koffie, thee, bier, wijn, limonade doen. Dus je kan van die verdunning weer een verdunning maken. En hoe vaak je hem ook verdunt, het blijft 1 dosis. Dus okay. Of je nou dat 10 milliliter flesje of 20 milliliter flesje met dat gele etiket wat je bij de winkel koopt, of je dat nou in 1 keer achterover slaat, of je maakt een verdunning van de verdunning, het blijft 1 dosis. Hmm. Want ze werken niet fysiek. Dus de hoeveelheid, die maakt niet uit. Het is gewoon 1 keer een boodschap. Ja, precies. Ja, dus je krijgt echt op energetisch vlak. Hè? Dus in je energieveld ga je een mogelijke verandering ontdekken. Ja, ja. Je merkt, het werkt heel subtiel. Het werkt subtiel, zacht en in je eigen tempo. Hmm. Dus mensen die in staat zijn om een snelle omslag te maken, die en heel gevoelig zijn, die kunnen de druppels innemen en na de eerste keer zeggen ze, wow, hier gebeurt iets. En andere mensen nemen 3 weken lang netjes 4 keer per dag 4 druppeltjes in en komen terug bij mij en die zeggen, nou, ik heb helemaal niks gemerkt hoor. En dan neem ik mijn aantekeningen door. En dan zeg ik, nou, vorige keer vertelde je dat je in deze situatie zat waar je maar niet uit kon komen. Oh nee, dat is voorbij. Of yeah. Dat je steeds gedoe had met die persoon. Nou, nee, die mensen kom ik niet meer tegen. En ik, oh, er is toch wel veel gebeurd. Ja, soms zijn we dat. Ja, soms zijn we ons niet altijd gewaar hoe snel dingen ook kunnen veranderen of veranderen. Ja, en het gaat ook soms zo subtiel. Ja. En als het leed voorbij is, vergeten we het leed vaak. Ja. Ja. Dus Bach noemde het een terugblikremedie. Dus je merkt pas in het terugkijken wat het gedaan heeft. Ja, dat is wel mooi. Want uiteindelijk is dat ook wat we doen voor het sterven. Hè? Dan doorlopen we nog even een cyclus. Voordat het sterven daadwerkelijk daar is, dan doorlopen we nog en krijgen wij nog even zo'n flashback van alles wat er in ons leven voorbij is gekomen. Mooi bruggetje. Ja. Ja, ja, dan krijgen we echt zo'n terug. Ik moet dan altijd, het is misschien heel ik ben heel erg zo'n beelddenker. Dan moet ik altijd aan zo'n cassettebandje denken, die dan heel hard terug wordt gespoeld.
En die dan heel hard ook weer vooruit wordt gespoeld. Ja, dat is een heel gek beeld. Maar zo zie ik dat dan voor me. Want dan denk ik, ja, zo'n stervensproces kan soms ook wel dagen duren. Maar ja, we doen het allemaal. We maken allemaal een soort terugblik naar de tijd die we hier op de wereld zijn geweest. Ja. We doen het allemaal. Ja. En het is niet altijd zichtbaar voor de mensen die ernaast staan. Maar het is wel altijd wat er gebeurt in de mens die sterft. Ja. Ja. En dan hopen we nog dat we een sterfbed hebben. En dat we ook voor onze dood nog terug kunnen blikken. Ja. Ja. En als dat nou niet kan. Als je in één keer pats boem dood bent. Door een oorlog, geweld, een ongeluk. Dan is het wel heel handig om regelmatig toch terug te blikken op je dag, op je week, op het jaar. Lijkt mij. Wat voor degene die achterblijft, voor degene die gestorven is, bedoel je? Nee, als voor degene die sterft. Mm-hmm. En dat zijn we dus allemaal, hè? Ja, zeker. Ja. Ik ben net zo sterfelijk als jij. Ja. Ja. Dus om mij voor te bereiden op de dood, maar ook om mijn leven beter te begrijpen, kijk ik 's avonds terug op de dag. Ah, zo bedoel dat je bedoel het. Ik. Ja. Kijk dat, ik in de heilige nachten terug op het jaar. Ja. Oh, je vindt het mooi dat je die benoemt. Ja. Nou, dat is grappig, want dat is precies wat ik doe. Er zit echt in mijn jaar zo'n cyclus. Weet je, als ik mijn jaar bijna een soort van orden, dan is het inderdaad, ik werk altijd met een jaarthema. Dat doe ik in de vorm van een collage. Die hangt bij mijn voordeur, die heeft een thema. Hè? Dus die, heeft, okay. Die hangt alleen maar in beelden, maar daar hangen wel een klein zinnetje onder. Waarvan ik wat mijn jaarthema is. Dan maak ik altijd daarbij gepaard nog een maandthema. Die komt voort uit het volgen van de 13 heilige nachten aan het einde van het jaar. Oh, ja. Want daarmee kijk je door de 13 heilige nachten vooruit op de tijd die komt. Daarmee zet ik thema's in iedere maand. Maar als er volle maan is, dan maak ik een solcollage. Okay. Omdat ik dan weer in die volle maan met de energie die daar dan weer is, het beeld van dat moment pak. Met het thema wat er in die maand loopt. Hè? Want volle maan die valt altijd op allerlei verschillende dagen. En dan is er de donkere maan, de dag voor nieuwe maan. Waarin, hè, wat heel erg gaat over terugblikken op de afgelopen maand. Tevreden zijn met dat wat er is. Maar ook zijn met jezelf. En denken, oh ja, shit, dat was niet helemaal oké. Okay. Dus ook met je minder goede dingen. Maar dat doe ik door het teruglezen van mijn dagboek. Die ik iedere avond schrijf. Ah, zo. Iedere avond voor het slapen gaan schrijf ik in mijn dagboek. En op die donkere maan lees ik terug. Mooi. Dus dan kijk ik weer even, dan heb ik zo'n terugblik op het leven. Zodat ik eigenlijk, en dat doe ik helemaal niet met een specifieke reden. Maar nu jij dat zo zegt, denk ik, oh ja, wat mooi. Ik wil heel erg bij het hier en nu steeds blijven. Ja. En het bij het hier en nu steeds blijven betekent dat ik mezelf dus in iedere dag schoon mag houden. En dat schoonhouden, dat doe ik door 's ochtends te mediteren en oefeningen te doen om mijn lijf wakker te maken. En dat doe ik uiteindelijk aan het einde van de dag om over de dag te schrijven. Maar daarmee maak ik ook een container in een maand om te zorgen dat wat er vorige maand is gebeurd niet nog doorakkert in de tijd die komt. Dus grappig, dankjewel voor die spiegel. Ja, stilstaan bij het leven. Bij iedere, maar niet alleen bij het leven in het grote hoe dan leven. Maar stilstaan bij iedere dag. Ja. En bij dat wat er voorbij is gekomen. En dan moet ik heel, ja, dat is grappig. En dan moet ik nu heel erg denken aan een filmpje van wat ik laatst zag van Paul de Blot. Die ken je waarschijnlijk ook. Nou, nee, Paul de Blot is volgens mij uiteindelijk 95 geworden. Gaf les aan Nijenrode, de Business University. En die man heeft echt verschrikkelijke dingen in zijn leven meegemaakt. 3 oorlogen, al zijn familie verloren, nou, noem het allemaal maar op. En ik plaatste laatst een filmpje van hem dat hij zegt, maar ik ben zo dankbaar voor het leven.
Wow, ja. En ik ben zo dankbaar voor hier, dat ik hier ben en dat ik dit mag ervaren. En dat ik iedere dag weer een nieuwe dag is. En ik schrijf iedere dag waar ik dankbaar voor ben. Mm. En dan denk ik, ja, dat is aanwezig zijn in het leven. Dat is aanwezig zijn met wie ik ben. Ja. En dan soms misschien nog steeds geen bal begrijpen van wat je hier komt doen. Hè? Als ik hem dan even groter trek voor de mensen die luisteren. En dan toch dat iedere keer aan jezelf geven. Mm-hmm. Want ik geloof dat dat van waarde is om jezelf belangrijk te maken. Ja, misschien is dat een verwarrende uitdrukking. Om jezelf belangrijk te maken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, om jezelf onderdeel te maken van het geheel waarin we ons begeven. Ja. Misschien is dat een betere... Ja. Ja, want we zijn allemaal belangrijk. Ja. Ja, iedereen heeft zijn bijdrage op deze wereld. Ja. Ja. Ja, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Yeah. Ja, dankjewel ook. Ja, graag gedaan. Heb jij naar aanleiding van dit verhaal vragen of voel je dat je wilt reageren? Laat dan van je horen. In de show notes staan alle linkjes hoe je me bereikt. Er is een fanpagina Podcast Doodnormaal op Facebook. Welkom om die te volgen voor allerlei achtergrondinfo. Voel jij een andere manier om bij te dragen, bijvoorbeeld ondertitelen, blog schrijven of jouw manier van bijdragen? Zoek me dan op. Dan rest me voor nu je in ieder geval ontzettend te bedanken voor je aanwezigheid hier, om te luisteren naar deze podcast. En hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering, waarin ik spreek met Anita Franse Gilvert. Zij leeft met het weten dat ze binnenkort gaat sterven.